ieder jaar rond de feestdagen staat hier op het Goffertpark in Nijmegen Kerstcircus Vrijwald. En dit jaar een speciale editie, namelijk de 10e editie. En daarom gaan we bij deze speciale editie even een kijkje nemen. Kerstcircus Nijmegen, als mensen hier naartoe komen, wat kunnen ze dan verwachten? Ze kunnen traditioneel circus verwachten met een ontzettend moderne touch. Dus we hebben LED-effecten, maar ook traditioneel de kamelen. En het is hula hoop, maar dan net eventjes in een nieuw jasje. Oké. En jullie vieren dan nu ook een jubileum. Hebben jullie dat groots uitgepakt? Hebben jullie dat groots aangepakt? Jazeker. Ja, we hebben sowieso getrakteerd. Dus we hebben heel veel cadeautjes uitgegeven, om het zo maar even te noemen. En we hebben dus ook in de show zelf uitgepakt. Dus net eventjes wat betere artiesten, prijswinnaars van grote festivals en dat soort dingen in de show. We hebben het er net een klein beetje over gehad, maar dit is niet het enige moment dat dit circus dan speelt. Want het zijn ook maar een paar mensen inderdaad die je ook heet het ziet rondlopen. Hoe werkt dat dan precies? Ben ik wel benieuwd naar. Ja, iedereen moet alles doen. Dus de vrouw die de hula hoop staat te draaien, die maakt ook de suikerspinnen. En de vrouw die de kamelen presenteert, dit is ook de spreekstalmeester, maar dat is tevens ook de directrice. Dus die staat nu ook koffie te schenken en die staat net zo goed de tent op te bouwen als het omhoog moet. En dus iedereen doet alles. Ja. Wanneer is het circus hier te bewonderen? Tot en met 5 januari. 5 januari kunnen mensen hier dus komen. En daar ben ik wel benieuwd naar. Wat doen jullie dan na kerst? Na kerst pakken we alle kerstversiering weer in. En dan gaan we met onze reguliere circus Vrijwald, gaan we weer het land door. De rest van het jaar.